Hallo, dit zijn de kaartjes voor de ram voor februari 2019. Ik zal eens even kijken. Akashing tarot kaartjes. Even kijken. Nou, als eerst de Queen of Roses. En dat is eigenlijk de koningin van bekers, van cups. En dat wil dus ook zeggen dat, bekers gaan over liefde. Hè? Dus je kan een nieuwe liefde tegenkomen. Of jouw liefde wordt beter. Je krijgt betere communicatie. Maar er is echt aan liefde, ja, dat komt allemaal goed deze maand, zeg maar. Erg mooie kaart. Hè? En de verschillende bloemen zijn er ook. Dus ze weet wat ze wil. Maar ze laat het gewoon over aan het universum. Hè? Wat er komt. Je mag gewoon je dag voor dag leven in februari. Maar misschien is er in januari net iemand gekomen. Nou, dat is wel het teken dat het de juiste persoon is. He, maar het kan ook zijn dat er opeens iemand in de vriendenkring of in de familie of, verre familie natuurlijk, maar dat daar opeens ook iets uitkomt. He, dat zou ook nog kunnen. Dus het kan heel breed zijn, maar het komt goed. Sommigen van jullie vinden het moeilijk dat je nog niet alles weet. He, dus leef gewoon, doe gewoon leuke dingen, maar op het spirituele weet je misschien nog niet alles. Er zijn nog wat dingen verborgen in de lucht, zeg maar. Daar kan je nog niet helemaal zelf bij. Maar dat komt vanzelf. En leef gewoon je leven. Geniet van de liefde in jezelf en de connectie met anderen. En dan vindt er heel veel healing plaats. En sommige van jullie zijn ook spirituele healers, hè, maar die missen soms ook iets. Dus weet gewoon dat jij ook weer die healing door kan geven. Dus all in all gaat het dan, als je toestaat dat het universum je helpt, dan stuurt het universum je mooie personen op je pad. Leef gewoon je leven en wil nog niet alles kunnen bevatten of weten. Of doe gewoon je ding. Als je een opleiding wil doen, prima. Maar als je nog niet alles in handen hebt, hoeft niet. Hè, de weg naar dat dal toe, dat is een behoorlijke weg. En het is super mooi om gaandeweg weer dingen te leren. Het hoeft niet allemaal in een racewagen naar beneden, zeg maar. Hè, maar er komen mooie mensen op je pad die jou een heling kunnen geven, zodat jij ook weer helingen kan doorgeven. Ja, en op het gebied van liefde, verwacht maar miracles. Dus mooie verrassingen. Hè? Kijk, en als je maar zorgt voor harmonie in jezelf. Dus je leeft gewoon je leven, zeg maar. En je vindt de harmonie in jezelf. Dus de balans in jezelf. Dan kan je ook weer gaan zaaien. En dan komen die... Kijk, dit is ook de zaaier. Maar dan komen vanzelf weer die plantjes omhoog. Dan komen vanzelf die dingen die je vast wil halen, die komen vanzelf. En zeker als je toestaat om geheeld te worden, dan gaan bloemetjes sneller groeien, zeg maar. Dan kan je luisteren naar je hogere zelf. Dan kan je misschien wel gaan communiceren met de engelen. Voor sommigen worden ze misschien duidelijk voor je. En dan ga je je kracht terugvinden.
die kracht van de ziel. Niet meer die ego die zegt, je bent het niet waard of je kan het niet. Nee, de innerlijke kracht ga je terugvinden. Nou, mooi. Door de healing kan je misschien beter je derde oog ook openen. Hè? Ik ben natuurlijk altijd bereikbaar voor een eventuele healing. Nou, lieve Ram, het wordt wel een liefdevolle maand. En leef verder dag voor dag. En dan wens ik jullie een hele mooie maand toe. En ik ben natuurlijk bereikbaar voor een persoonlijke consult in mijn praktijk. Eventueel die healing dus. En anders zie ik jullie graag weer volgende maand. Dag!